alle medicatie die ik tot nu toe heb gehad, hebben me eigenlijk alleen maar verzwakt. En dit helpt. Marion Klaver uit Dirkshoorn zweert bij het gebruik van wietolie als middel tegen jarenlange epilepsie, maar ook bij de gevolgen van borstkanker die ze een paar jaar geleden opliep. Eigenlijk na die chemokuren is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Dus het hield in dat op een gegeven moment ik ongeveer 10 dagen per maand sliep of kwijt was. Ik had al eens de hint gehad voor de kanker, zeg maar, over cannabis. En ik nam de eerste druppel en binnen een paar seconden voelde ik dit omhoog gaan. Ja, ik kan het niet uitleggen. Dit omhoog gaan. En ik denk, ik kan mijn ogen gewoon bewegen. Ik heb al heel lang, ik denk meer dan 16 jaar, fibromyalgie. Heel veel pijnstillers gebruikt. En uiteindelijk merkte ik gewoon wel dat door middel van een jointje roken mijn lichaam ook veel meer ontspande. Marion is nu €500 per maand kwijt en daarom wil ze zelf medicinale olie maken. Dat kost stukken minder, alleen het is nog steeds strafbaar. Ik vind het onbegrijpelijk. Het is een product wat super lang, eeuwenlang gebruikt wordt door mensen en door allerlei culturen. En niet alleen als medicijn, maar ook als bouwproduct. Dat ik vind het onbegrijpelijk dat de overheid daar niets mee doet. Hoop gloort, want het nieuwe kabinet Rutte wil een proef met thuisteelt. En de gemeente Schagen staat unaniem achter het pleidooi van Marion Klaver. We staan daarvoor open en we zijn nu bezig als gemeente Schagen samen met neurologen van een ziekenhuis om te kijken van ja, dan moet je eerst goed onderzoek hebben. Wil je ervoor zorgen dat de gezondheidszorg ook gaat zeggen van ja, ook medicinale cannabis helpt patiënten om beter te worden. Laat mensen gewoon zelf die plantjes stelen en er is geen criminaliteit op dit vlak voor de rest. Dan wordt de vraag minder. En jij bent geholpen. En ik ben geholpen.